Fractievoorzitter van de Arnhemse Ouderenpartij, Nico Wiggers, heeft kritiek op de manier waarop de commissaris van de Koning, Clemens Cornielje, een bezoek brengt aan de Arnhemse gemeenteraad. Dit doet hij als rijksheer en niet als lid van de gedeputeerde staten. Wiggers vindt dat 19e eeuws en achterhaald. Maar wat bedoelt hij daar eigenlijk mee? In de oudheid hadden we minder communicatie tussen rijk, gemeente, provincie. En toen had de koningin bedacht, en daarvoor de koning bedacht, als ik commissaris heb in de provincie, dan kan ik de gemeente wel in de gaten houden. En daarom wordt het nog steeds rijksheer genoemd, maar dat is een achterhaalde titel. Maar waarom wordt dat toch zo aangekondigd, denkt u? Wat wordt daar dan mee bedoeld? Nou, misschien dat we geen lastige vragen mogen stellen over het actuele beleid, want daar is alle aanleiding toe. Oké. Ja, en u gaf er zelf ook een aanzet toe, hè, om daar enige discussie in aan te zwengelen. Dat heeft te maken met de besteding van de NUON-gelden. Die NUON destijds zijn de aandelen verkocht door de provincie. En daar ligt 4 miljard, maar daarvan zegt u van nou, dat is niet voor de provincie. Zeker 300 miljoen daarvan, 7,5%, komt toe aan de Arnhemmers. Dat zou door de gemeente besteed moeten worden. Ja, dat klopt. Wij moeten straks in het kader van de energietransitie behoorlijke investeringen doen per huishouden. Het gaat om heel erg veel geld. En eigenlijk hebben diezelfde huishoudens in het verleden al geld gespaard. En dat is door de provincie ontvangen. Staat nu op de bankrekening. En dat is 300 miljoen voor alle Arnhemmers bij elkaar. En daar kunnen we in Arnhem een mooi project van doen voor de energietransitie. Ja, ik snap het zeker dat we het kunnen doen. Maar wat is uw redenering dat het voor de gemeente zou zijn? Want de aandelen waren destijds van de provincie. Die heeft ze ook verkocht. Ja, dan kan de provincie ook dat geld uitgeven. Zij zijn de rechtmatige eigenaar daarvan. Of ziet u dat anders? Ik zie dat anders. Het is geld als je de overheden weghaalt van de inwoners van Gelderland. Van de inwoners van Arnhem. En de provincie is maar een hulpstuk. De gemeente is als organisatie een hulpstuk en het gaat om de inwoners van Arnhem en de inwoners van Gelderland. Van hen is het geld en van niemand anders. Oké, okay, maar waarom zou de gemeente dat geld dan beter kunnen besteden dan de provincie? Want ook vanuit de provincie komt het geld weer uiteindelijk terug bij de inwoners van Gelderland natuurlijk. We hebben in Arnhem, in Gelderland, hebben we voor de energietransitie hebben we heel veel geld nodig. En waarom zou je het geld dan niet willen besteden wat je op de bank hebt staan? Terwijl je in het verleden, ook vanwege het energieverbruik, het geld als het ware hebt gekregen. Dus gewoon, je hebt gekregen vanuit energie, je steekt het weer in de energie. En dat is weer voor de volgende generatie een zeer, zeer goede investering. Dat is 300 miljoen, geweldig veel geld natuurlijk. Dat is bijna de helft van onze jaarlijkse begroting wat we als gemeente hebben. Daar kunt u nogal wat mee. Heeft u daar plannen bij, wat we daarmee zouden kunnen doen? Als we uitrekenen wat de energietransitie aan de Arnhemmer kost, dan is 300 miljoen waarschijnlijk toereikend. Ik zeg waarschijnlijk toereikend, want dat is nog maar de vraag. Ik denk dat we met 300 miljoen een behoorlijk stuk kunnen investeren voor volgende generaties. Maar of we geld overhouden, dat is nog maar de vraag.